Hoi, ben ik weer. Nou, ik ben thuis aan het werk. Ik ga je vandaag iets vertellen over. Verhaalkubussen. En ik ga je vertellen hoe je ze kunt maken. Leer van mijn fouten, want ik heb er een paar gemaakt. En ik heb wat spullen bij de hand. Als je wil, kun je het filmpje stopzetten. Spullen gaan pakken. Je kunt ook het filmpje helemaal afkijken. Daarna spullen gaan pakken. Wat je wilt. Ik heb bij de hand potloden, stift en schaar. Heel handig, want ik ga straks iets in elkaar plakken en knippen. Lijm, plakband. En gum voor als ik een foutje maak. Altijd handig. Maar, kubussen dus. Verhaalkubussen. En daar staan allemaal plaatjes op. En daar kun je een verhaal mee vertellen of een zin mee maken. Bijvoorbeeld, ogen, zien, klok, tijd, vraag. Kun jij zien hoe laat het is? Ik zie geen klok bij mij. Jammer, kun je niet zien. Dus we gaan verder. Een kubus. Denk aan een dobbelsteen. Hoeveel kanten heeft een dobbelsteen? 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 kanten. En dit noem ik een kubus. Wat voor vormen zie je in een kubus? Welke komt steeds terug aan alle kanten? Het zijn allemaal vierkanten. Ik heb ook een tetraeder. 1, 2, vierkanten heeft deze. Allemaal driehoeken. Hoeveel kanten heeft dit? En aan de andere kant 10. Maar daar gingen we niet mee aan de slag. We gingen verhaalkubussen maken. Dobbelstenen. En misschien heb je wel een werkblad gekregen om ze te maken. Misschien ook niet. Maar ik ga je laten zien hoe ik ze kan maken met ruitjespapier. Maar dan moet ik eerst een uitslag maken. Nou, deze kan ik niet uit elkaar halen. Dit doosje kan ik wel uit elkaar vouwen, want het doosje is leeg. Niks erin. Oh, welke taal zie je hier? Pools. Oké. Even kijken. Daar zit hij vastgeplakt. Ah, plaklijnen zijn dus belangrijk. En je kunt ook zien, hier heb ik ook dingetjes waarmee ik het doosje in elkaar hou. Dus ik moet plaklijnen hebben. Of iets om het doosje mee in elkaar te kunnen vouwen. De uitslag. En zo kan ik het doosje weer in elkaar vouwen. Dicht doen. Maar aan de slag. Ik heb alvast voorgewerkt, wat zei ik, ik heb een paar fouten gemaakt. Dus ik heb alvast een paar uitslagen getekend. Maar dit zijn uitslagen zonder plakrand. De eerste kubus die ik uitknipte, was ik een plakrand vergeten, dus ik moest wat plakband gebruiken. Maar toen was ik vergeten om er van tevoren op te tekenen. En als je hem in elkaar hebt gezet, dan ga je er niet meer op tekenen. Dus eentje gemaakt met plakranden. Hoeveel vierkanten zie je? 6. Ah, met ruitjespapier. Ervoor zorgen dat elk vier, ja, dat je gewoon vierkantjes met je ruitjes maakt. Maar wat zou ik erop tekenen?
ik... bloemen. Een bloem. De zon. Want die schijnt heel lekker. Het wordt wel weer wat warmer. De bergen, want daar hou ik heel erg van. Ik woon in Nederland. En Den Haag. Wat zou ik daarvoor kunnen tekenen? Moeilijk. Nou ja, weet je. Ik maak hem niet helemaal af. Maar vouwen. Let op je plakrandjes. Die heb je nodig. Hallo. En in elkaar zetten. Plakken. Tada! Als het goed is, heb je er één. En je kunt er allemaal opdrachten mee gaan doen. En die vertel ik je later.